gasten een gesprek. Als je kijkt, krijg je aftrek. Schuif maar aan, er is nog plek bij Op z'n Frans. Welkom bij Op z'n Frans. En vandaag gaan we ons richten tot een Hollandse klassieker. Andijviestampot met spekjes en een balletje gehakt. Nou, wat we daarvoor nodig hebben, logischerwijs, is andijvie. En natuurlijk, onmisbaar, in iedere Hollandse keuken is de stamper. Je moet goed met je vast kunnen pakken en een robuust stampen. Dat is het ding. We gaan beginnen met de gehaktballen. Ik kan er eigenlijk wel wat hulp voor gebruiken, dus er is bezoek. Het is Bad Boy Taya. Fakken jongen. Dat is goed? Lekker. Bad Boy Taya is een Surinaamse jongen, opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Na het uitzitten van een gevangenisstraf in 2006 raakte Taya geïnspireerd om te gaan rappen. Dit heeft hij gedaan en na 4 hits en 1 album later is onze bad boy lekker bezig in Nederland. Whisky jongen. Wauw, een gouden. Lust je wel. Jij ook? Zeker. Lekker, mooi. En begin ik meteen met een vervelende vraag die ik aan al mijn gasten stel. En dat is? Stel, je hebt nog 1 dag te leven en je krijgt je laatste avondmaal. Ja. Volgerecht, hoofdgerecht, dessert. Mijn volgerecht is een broodje kip. Wat voor kip? Surinaamse kip. Ja. Weet je? Ja. Mijn hoofdgerecht is een roti kip. En mijn nagerecht is een lekkere couche. Als je als nagerecht had gezegd een emmer Kentucky, dan was het te ver gegaan, hè? Vandaag, ik denk, kijk, Taya komt, dus we moeten een Hollandse maaltijd hebben. Lekker. Heb je wel eens gehaktbal gedraaid? Gehaktbal ik moet eruit proberen, want ik moet er onderuit komen. Sowieso ben je de man van de bief. Dus duik erachter. Kijk, ik ben wel een Surinamer, dus ik moet eerst mijn handen wassen. Uiteraard. Weet je? Uiteraard. We hebben balletjes nodig die ongeveer zo groot zijn als een golfbal. Beetje mosterd. Ja. Knoflook. Ongeveer 1 schepje. Parmezaanse kaas. Dat geeft ook weer wat zout erbij. En je kan die worcestersaus pakken. Dat is dat flesje daar ook. Ook niet zuinig met de peper. Ja, ietsje meer. Het is dat het op zo'n Frans is, hè? Dat je dit moment krijgt, dat ik iets ga doen met mijn handen. Ja. Normaal maak ik mijn handen niet vies. Okay. Maar eigenlijk, volgens mij, kijk, ze zijn wel groter. Dit is geen golf. Wacht even. Gaan we zo voelen. Als je die balletjes hebt aangebraden in de boter, daarna moeten ze eigenlijk, zeg maar, in ieder geval tot hun middel in de jus staan. En waarom moeten ze tot hun middel in de jus staan? Ja, dan kunnen ze gewoon, ja, eigenlijk, ze moeten gewoon, weet je, baderen in weelde, weet je. Okay. Ze moeten gewoon zwemmen in de jus. Muziek. Wat gaat er komen in 2013? Wat gaat er allemaal komen in 2013, moet ik eens goed zeggen? Ten eerste natuurlijk nieuwe muziek. Ik ga wel beginnen aan mijn tweede mixtape, Mama's Bad Boy 2. Ja. Dus daar ga ik me de komende weken mee bezighouden. Dat ik hopelijk in de beginperiode van 2013 gewoon kan uitkomen. Dus voorjaar 2013 komt de tweede mixtape? Ja. Ja. En voor de rest, ja, wil ik me ook meer gaan focussen op een merchandise natuurlijk. Want het is ook steeds belangrijker deze tijd. Ja. Je moet natuurlijk meerdere manieren vatten om boterham te verdienen in de muziek. Absoluut. Dus het wordt wel tijd voor me om echt daarmee te gaan, daarop te gaan focussen. Oké, Taya draait de balletjes linksom, rechtsom, zodat ze aan alle kanten bruin worden. Ik ben hier wat boter aan het opzetten om het pakje aanmaakjus erbij te doen. Hier staat water op voor de aardappels. Die gaan we er ook in doen. Goed. De spekjes. De spek doet straks in de andijviestampot is in mijn optiek moet die zo knapperig zijn dat het lijkt alsof er een stukje chips door de andijvie in zit. Dus het is lekker om iets erin te hebben met een beetje bite. Dan, voor de stampot neem je crème fraîche. En dan de oud-Hollandse rampetamper. En dan ga je gewoon stampen. Goed. Nou, dan gaan we. Ja, is niet slecht. Het is een Hollandse pot, toch? Ja, is wel goed. Hè. Veel smaak, lekker peper, zout. Ik proef smaak. Dat is belangrijk voor mij. Krijg je je bordje leeg, denk je? Ik ben een grote eter, hè. Bad boy Thai. Ik ben niet zomaar bad boy, hè. Ik moet wel veel eten om stevig te blijven. Lieve mensen, dit is andijvenstampot.
Met een gehaktballetje. Op zijn Frans. Met Bad Boy Thai. Ja, sweetie. Tot volgende keer. Smaak. Bang, bang.